Ik werk voor het studentendesk Rode Kruis in Nijmegen. En vandaag hebben we een dagje georganiseerd voor verstandelijke gehandicapten, waarbij ze een modeshow mogen gaan lopen, een verwenddag, zeg maar. Ik vind het hartstikke leuk om deze mensen een keer wat extra's te geven en ze lekker te verwennen. Er zijn verschillende rondes, dus ze gaan naar de kapper, naar de visagie. Ze mogen verschillende accessoires bekijken, zeg maar, en een generale repetitie oefenen. En dan vervolgens komt het publiek van familie, bekenden. En daarvoor gaan ze de modeshow lopen. En tenslotte is er nog een karaoke. Nou, sowieso worden ze natuurlijk allemaal ontzettend in het zonnetje gezet. Maar de clue is een klein beetje wel dat er ligt een rode loper. En men heeft vanuit thuis het mooiste outfitje aangetrokken wat ze konden vinden. En hier worden de outfits nog allemaal gepimpt met nagellak. En de haren worden mooi gemaakt. Ze krijgen make-up op en accessoires. En straks gaan ze op de rode loper de mooie complete outfit showen. Het is belangrijk, vind ik met name, omdat wanneer men zich op dagbesteding begeeft, dan is dat gewoon echt een kleine comfortzone waarin wij elkaar eigenlijk alleen maar de hele dag treffen. Dus de begeleiders en de cliënten. En nu proeven ze toch een stukje aan de maatschappij. En andersom zien ook studenten van verschillende scholen en in dit geval ook de studentendesk waar de doelgroep voor staat. En het is eigenlijk gewoon twee werelden samenbrengen. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Belangrijk is in deze maatschappij dat we gewoon van elkaar leren en gewoon zien dat ze met hun beperkingen toch gewoon ontzettend ver kunnen komen en gewoon laten stralen. Ja, en dus ook wel een film staan, maar ben niet ontdekt. Ben niet ontdekt. Rode loop lopen. Ja, we moesten zo lopen. Leuke dag geworden.